سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيست برودوس زوسس وكم باي استخدين نجيبة إن لله وإن إليه راجعون. بدايس فرحة بيدي بيرم هلو بيست مانس اتخاطة من الزسر فانوس رحمه الله دي هيلاس نيت فزيكرت إس haar familie is ook beperkt. We zijn gecontacteerd via personen en zijn gevraagd of we deze zuster kunnen helpen, rahimallah, om haar te repareren naar haar familie in Marokko. Dus bij deze vragen we jullie om hulp, beste broeders en zusters. Totale kosten zijn 3500. Wij hebben rond nog ongeveer 1000 euro, dus dat betekent dat wij nog 2500 euro hebben. Dat is 2500 euro waar ik geloof ik om. En de hadith die ik vaker aanhaal van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is: wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. En deze zuster zal ook een getuige voor ons zijn dat we haar niet in de steek hebben gelaten. Zakum Allahu khairan, wa barakallahu. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om van ieder te accepteren en rijkelijk te belonen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om deze zuster, rahimallah, haar zondes te vergeven, haar graf te verruimen, haar graf te verlichten. Allahumma ameen. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.